We hebben een gast vandaag in de studio, geboren als Casper Vrielink. Is officieel nog student, maar gaat lekker als DJ. Op dit moment gaat hij namelijk heel lekker met zijn deep house techno-achtige track Voetjes van de Vloer. Mag ik een applaus voor de man die de perfecte sound heeft voor een lekkere zomeravond, Casper Houten! Goedenavond, Casper. Ja, goede avond. Wat leuk dat we hier mogen zijn. Ja, gezellig. Ja. Ik omschreef net Voetjes van de Vloer als een deep house techno-achtige track. Maar ik denk dat ik beter jou kan laten omschrijven. Ik denk dat ongeveer goed. Of zeg je van nou, dat is niet echt de sound die ik maak hoor. Ik zelf noem het house. Melodische house. Ja. Veel mensen noemen het deep house. Het is maar net hoe je het bekijkt, weet je wel. Want tegenwoordig heet het progressive house, noemen mensen house. En eigenlijk vind ik het gewoon house. Ja, nou, dat vind is, het ook niet heel diep. Dus. Nou, dat is een mooie omschrijving. Ja. Even voor, ik kan me voorstellen dat je misschien zit te luisteren en denk je... Casper Houten, ik heb even wat gemist. Wie is dat precies? Even, welke stijl maak je zelf als je jezelf zou moeten omschrijven? Nou, melodische house. Met lekker veel vrolijke elementen erin. Heel veel gitaartjes erin. Veel live dingen. En we doen het ook vaak met live muzikanten nu, optreden. Ja. En dat is gewoon heel tof. Waar komt de naam vandaan? Kaf Verhuizen. Ja. Nou, K-A-V zijn mijn initialen. En verhuizen is een beetje een soort van werkwoord van iets verhuizen. En ik was een keer aan het verhuizen. Ja. En toen kwam ik erop van, hey, ik noem mezelf verhuizen. Oh, maak echt in dat je het verhuist als in house. Ik maak een house van verhuizen. Ja, als in house muziek, zeg maar. Ja. Maar oké, maar noem eens een plaat die jij hebt verhuist. Bijvoorbeeld een plaat die we straks gaan doen. Een cover van, of eigenlijk een bootleg van Tove Lo Stay High. Ja. Dat eigenlijk toch wel heel, heel chill is. Mm-hmm. En daar hebben we weer een house-achtig iets heb ik daarvan gemaakt. Ja. Ja. En jij gaat op dit moment bijvoorbeeld lekker met Voetjes van de Vloer. Waarin we laten ook zeggen, van je hebt nog meer mensen in de studio. Maar ik ben allereerst even benieuwd naar de track. Je hebt die gemaakt. Het is echt een lekkere zomerstrek. Ga je ook met die manier de studio in? Van ik moet een beetje een track hebben waar mensen, nou laten we zeggen, s'avonds op het terrasje lekker of weet ik veel, op een veldje gaan chillen. En dan gewoon heerlijk erop wegdromen. Hoe, met wat voor idee ga je de studio in dan? Ja, ik ga wel een beetje met een idee de studio in. Ja? Van ik moet wel iets vrolijks maken. Wel iets waar mensen blij van worden in ieder geval. Akkoorden die je maakt dat mensen toch op een bepaalde manier raakt. Het moet in ieder geval niet geen downer zijn, weet je wel. Het moet een beetje vrolijk en maar het hoort een beetje bij de zomer, toch? Ja, absoluut, zeker. En in de winter maak je dan nog wel steeds dezelfde muziek of hoort dan niemand meer wat van je? Ja, nou, ik hoop dat mensen zo in de winter ook van me horen. Nou, dan maak je kerstliedjes. In de winter heb ik altijd zo'n belletje wat ik eronder zet, weet je wel? Van die, ja. Hey, ik ben even benieuwd, Casper, wie heb je allemaal meegenomen? Want jij bent inderdaad niet een DJ die zegt van joh, ik kom met mijn stick binnen en ik ga een setje draaien. Je hebt gelijk een hele hoop mensen meegenomen, wat we altijd heel leuk vinden. Ja, tof. Maar introduceer even, wie zit er hierbij? Bijvoorbeeld? Nou, ik heb naast me zitten Sophie. Ja. Sophie. Hallo. Ja, ik ben Sophie een tijd geleden tegengekomen op internet. En jullie zitten op van die datesites? Ja, Tinder. nee, op haar Soundcloud. En ja. Ik vond het helemaal te gek. En we zijn samen wat gaan proberen. En ze studeert aan de Rock Academie. Misschien kan je zelf ook vertellen wat je doet. Want Sophie, jij bent bijvoorbeeld, jij zingt bijvoorbeeld op Voetjes van de Vloer, onder andere. Maar ja, wij hebben ook even, want dat zou ik zeker even aanraden op jouw Soundcloud geluisterd, waar een ontzettend vette combi staat van Show Me Love en Milkshake bijvoorbeeld. Wat doe jij verder? Wat doe je verder behalve met Casper samenwerken? Ja, momenteel doe ik eigenlijk vooral een coverproject samen met een gitariste van de Rock Academie. En dan inderdaad doen wij gewoon vaak dance, tracks, 90s, liedjes ombouwen tot iets wat wij tof vinden. En dat valt wel in de smaak vaak bij mensen. Dus daar zijn we een beetje mee door aan het gaan en doen. En nu dus met Casper aan het samenwerken daarvoor. Ja. We gaan zo meteen. Wat gaan we zo meteen horen? Want je hebt ook nog eens een gitarist bij. Wat gaan we zo meteen met ik je? Heb, ja. Ik heb een gitarist bij me, die heet Jeroen Straatman. Ja? Die is van de band Straight from the Fridge. Daar heb ik ook al een keer mee samengewerkt. En wat jullie gaan horen zijn een aantal tracks die we eigenlijk al hebben opgenomen. Waar we een aantal elementen uit hebben weggehaald. Die nu live worden opgevuld, zeg maar. Dus, vet. Ja, heel tof. Ik vind het inderdaad ook. Ik zou jullie eigenlijk gewoon willen vragen om plaats te nemen achter DJ set en achter de microfoon. Dankjewel. Live.